gaan naar Genève, naar de Passenger Terminal Expo. Het is een groot, meerdaags, internationaal event voor de hele luchtvaartsector, wereldwijd. Daarnaast gaan we ook voor vanavond, waar er een aantal awards worden bekendgemaakt. In Europe this year is Amsterdam Schiphol Airport. Ja, hartstikke mooi en ook heel erg motiverend. Ja, een hele belangrijke factor hierbij is dat het een woord is van reizigers. 12 miljoen reizigers hebben hun stem uitgebracht en dat is toch wel heel wat als je daar zo uitkomt. A key aspect really is the fact that it's a customer-friendly airport. That was the main area of satisfaction and feedback that we got. We ourselves were surprised. Normally we have an Asian stronghold across the top three, but this year Schiphol broke that top three ranking for the first time in history of our awards. Daar moet er nog een beetje van bij komen, maar we zitten geloof ik in die top 3, heb ik begrepen. Ja, nou, de eerste Europese luchthaven, of ik geloof de eerste Westerse luchthaven, die dat bereikt heeft in Skytrax.